Welkom bij Spetter in een nieuwe video review van Pokémon Sun and Moon. We zitten hier met Valentijn. Hij heeft Pokémon Moon gespeeld. Klopt man. En wat zijn je eerste bevindingen? Nou, eigenlijk zit ik al eigenlijk in de verkeerde kleding, als ik heel eerlijk ben. Eigenlijk had ik gewoon een Hawaii-blusje moeten hebben. Natuurlijk. En zo'n girlanden om mijn nek, eigenlijk zo'n bloemenketting natuurlijk. Want we gaan eindelijk naar Hawaii toe. We hebben natuurlijk al in eerdere delen zijn naar allerlei andere gebieden geweest, meer Japan-achtige setting, iets meer westers. Nu echt in één keer, echt ja, als ik zeg Hawaii, eilanden, zon, tropisch. Ja. Gezellig. Ja. Want we zitten in de Alola-regio, toch? Klopt man, Alola, ja. Je hebt natuurlijk zelf de demo al gespeeld? Ik heb de demo inderdaad gespeeld. Dus ik heb al een snuifje van Alola mee mogen maken, maar ik zit natuurlijk te wachten op de echte release. Kan jij mij vertellen, hoe is Alola? Ja, Alola is eigenlijk het grote eiland, of in ieder geval de grote wereld, bestaat uit vier grote eilanden heb je eigenlijk. En je gaat langzaam van de een naar de ander. Dus echt, als ik zeg, een beetje tropisch eigenlijk. Je hebt echt een soort avonturenreis langs al die eilanden. En daardoor blijft het ook wel echt afwisselend. Nou, verder, je hebt dan die eilanden. Wat kan je er allemaal beleven? Nou, het leukste natuurlijk is, een nieuwe Pokémon game betekent natuurlijk altijd nieuwe Pokémon. Yes. En dat komt deze keer in de vorm van Alola Pokémon. Je hebt natuurlijk, je kent de oude Pokémon, dat Kanto ken je natuurlijk wel. En hier heb je in één keer hele andere versies ervan. Dus bijvoorbeeld, je hebt al de beruchte eigenlijk Excure heb je natuurlijk nu. Yeah. Die ineens helemaal met zijn nek de lucht in gaat. Maar daarnaast heb je ook bijvoorbeeld een Grimer die in één keer echt helemaal regenboogkleuren krijgt. De Muk variant krijgt dat. Dus dat is echt een beetje heel anders wat ze proberen te doen. Ik weet niet echt wat de reden erachter nog zijn, wat dan ook. Maar in ieder geval wat wel heel tof is, in ieder geval dat ze nu wel hele andere movesets etcetera hebben. Dus natuurlijk, vroeger als jij bijvoorbeeld een Grimer had als voorbeeld, dan was je natuurlijk altijd een beetje gelijk ingemaakt als iemand Psychic Pokémon had. Ja. En nu is hij bijvoorbeeld in één keer is hij ook guard erbij. Dus ineens kan hij wel tegen die tegen dat aanvallen. Het verandert de meta. Mm-hmm. Want dat is ook misschien wat veel kijkers nu misschien zich afvragen. Hoe verhouden die nieuwe vormen zich tegenover competitief spelen? Dat is natuurlijk in één keer hebben ze andere types. Hebben ze. Ja. Types in de Pokémon denk ik niet per se sterker of minder sterk dan de andere. Als je kijkt gewoon naar punten die ze krijgen. Maar natuurlijk wel denk ik gewoon hele andere types. Zoals ik al zeg, dan in één keer is een Muk wel een goede, wel een goed personage om in te zetten of een goede Pokémon in te zetten tegen bijvoorbeeld een Psychic Pokémon. Nou, je hebt natuurlijk de Z-moves, zoals dat waarschijnlijk in competitive ook een rol gaat spelen. Maar jij zei mij dat je die Z-moves kan verdienen met Trials. Klopt. Dat is eigenlijk een beetje de allergrootste verandering in deze Sun and Moon. Want Game Freak heeft eindelijk keertjes gehad van oké, we gaan die formule een keertje omgooien, we gaan Pokémon anders doen. En weet je wat ze het gedaan hebben? Ze hebben de gym battles eruit gehaald. Dat is best wel schokkend eigenlijk. Ja, best wel ineens. Ik was natuurlijk, ik startte hem op en ik dacht, oké, ik ga gewoon naar het eerste eiland toe en ik kom dan tegen een of andere Hawaii gymleader. Maar nee, het was in één keer anders. Je moet in één keer je trials gaan uitvoeren. Dus eigenlijk, het komt een beetje natuurlijk op hetzelfde neer, want het gaat natuurlijk altijd in Pokémon nog om battelen. Alleen het is wat afwisselender geworden. Soms moet je in één keer speurtig moet je hebben, soms moet je in één keer, in vijvers moet je vissen, et cetera, moet je gaan vangen eigenlijk of moet je achteraan gaan. Dus het is in één keer heel anders geworden. Ja. En het werkt wel een beetje à la als een gym. Want je gaat dan een trial ga je doen en aan het einde vecht je tegen een totem Pokémon. Dus eigenlijk een soort eindbaas is dat eigenlijk, als je er naar kijkt. En die is dan, dat is eigenlijk een soort rare, sterke variant van de Pokémon. Dus gigantisch. Dus die moet je verslaan. En als je die verslaat, krijg je van een soort semi-gymleader krijg je een Z-voorwerp. En dan kun je vervolgens daarmee, kun je die aan je Pokémon geven, kun je Z-moves gebruiken ook. Oh, dat is wel vet. Maar over moves trouwens gesproken, je hebt inderdaad nu Z-moves, maar je zei ook dat de HM-moves anders werken nu. Ja, je had vroeger al natuurlijk, als je Pokémon speelde, had je altijd in je team had je één HM-slaaf. Dat één Pokémon die gaf je, of gewoon alle vier gaf je hem alleen maar HM's, of je had een paar waarbij je probeerde te spreiden. Dat is nu wel in één keer anders. Wat is op zich wel leuk aan deze Sun and Moon, ze hebben het allemaal een stuk toegankelijker willen maken. Dus in plaats daarvan heb je nu een Poker Rider, heet het geloof ik. En daarop heb je allerlei speciale Pokémon staan, die kun je eigenlijk in één keer tevoorschijn toveren. Dan kun je niet meer vechten, maar die zijn eigenlijk gewoon voor een extra. Dus dan kun je in één keer, bijvoorbeeld op een Lapras kun je gaan surfen bijvoorbeeld, ergens overheen. Op een Tauros kun je rondlopen. Dus eigenlijk, het is wat gebruiksvriendelijker. Er zit ook nog wel meer in de game.
Maar goed. Ja, dat is natuurlijk voor jullie om uit te vinden. Mm-hmm. Maar je zei dat er ook wel wat zorgen waren. Ja, de zon schijnt niet alleen in het tropische paradijs. Het zijn eigenlijk wat kleine dingen. Toen net al de redactie opkwam eigenlijk, toen kwam ik ontzettend gefrustreerd binnen. Die probeerde een Magmi-project te vangen. Alleen ja, het punt is eigenlijk, als je tegen wilde Pokémon gaat vechten, dan kunnen ze inmiddels hulp bijroepen. Het komt erop neer dat als ze aan het vechten zijn, ze in één keer een partner of een soortgelijke Pokémon erbij halen. Dus ik was tegen een Magmi aan het vechten en ineens haalt hij gewoon een Magmar erbij. Dus uiteindelijk ja. Ja, maar dat is best wel lastig, want als je dan gewoon zo'n los Pokémon wil vangen, dat kan in één keer niet als er twee staan. En je moet maar door blijven gaan tot hij eigenlijk weer in zijn eentje staat. En soms, maar kan hij dat dan oneindig blijven doen? Nou, ze kunnen het echt belachelijk vaak achter elkaar doen. Dus dat is best wel frustrerend eigenlijk soms. Uiteindelijk kon die Magby alsnog niet vangen, omdat hij maar bleef, Magby zo bleef summonen. Dat is dan best wel apart, maar dat was nog iets. Ja, misschien nog wat vervelender eigenlijk. Dat is op zich, in Pokémon X en Y zag je het eigenlijk al een beetje. Ja, je merkt eigenlijk vooral als je echt met meerdere Pokémon tegen elkaar gaat vechten. Je hebt ook in deze game heb je bepaalde battles waarin je dan met vier Pokémon tegen elkaar speelt. En daarin merk ik bijvoorbeeld echt heel duidelijk echt de boel gewoon hapert. Dat daar je 3DS het echt wel gewoon zwaar mee heeft. Nou is de nieuwe 3DS heeft volgens mij makkelijker mee, begreep ik. Maar mijn gewone 3DS die blijft soms wel echt even stilstaan. Of in ieder geval stilstaan, dan merk je toch echt dat hij er moeite mee heeft. Ah, misschien is het nog te patchen. Maar conclusief gezien, hoe rank jij de nieuwe Pokémon? Nee, ik vind het een beetje lastig om zo'n score te plakken. Want voor mij was het een beetje een andere ervaring dan ik had met Pokémon X en Y destijds. Toen was ik echt lyrisch en uiteindelijk gewoon een volle 3D Pokémon hadden ineens op onze handheld. Hierbij eigenlijk als je er heel kaal naar kijkt, eigenlijk het is een mooiere game en gooit alles opnieuw. Dus dat eigenlijk is er veel meer te beleven. Ik zou hem denk ik een 8,2 geven. Oké, okay. Nou je hoort het, een 8,2. Dat is wel een lekker cijfer natuurlijk. Kijk vooral op de site voor de geschreven review die eraan zit te komen van Valentijn. En hou vooral de site ook in de gaten. Kijk vooral naar de video previews en lees de previews. Als jij nog vragen hebt over Pokémon, want het gaat allemaal op Gamersnet komen. En ik zeg tot de volgende keer. Mochten mensen vragen hebben, kun je altijd nog hieronder even een vraag droppen. En dan reageer like, waarschijnlijk wel. Like, subscribe, alles. Hey, tot ziens mensen. Doe dat maar niet, hè.